Hallo, vandaag is de dag tegen de armoede. Ja, moet je daar nou bij tekenen? Zakken geld? Die hebben alles getekend. Miljonair? Die hebben ook alles getekend. Dag tegen de armoede. Ja, wat kunnen we eraan doen aan armoede? Misschien moet onze regering daar eens wat aan gaan doen. Maar goed, het is allemaal niet zo makkelijk. Armoede. We kijken wel. We gaan gewoon wat tekenen. En doe je mee? Ja, armoede. Hoe ga je dat nou tekenen? In Nederland, ja, eigenlijk kennen wij geen armoede. Maar het is wel steeds actueler. Want er zijn heel veel gezinnen die niet meer rond kunnen komen. Ja, als je gewend bent met weinig rond te komen, is het wat makkelijker. Als je dat niet gewend bent, is het dan gelijk weer een stuk moeilijker als het opeens tegen zit. Ja, armoede. De dag tegen de armoede. Misschien gaat de regering. Het zou mooi zijn als de regering daar iets mee deed. De dag tegen de armoede. Maar ja, goed. Wat kun je daar nou best bij tekenen? Nou, misschien moeten we eens kijken wat ons dan zo verrijkt. Wat ons tegen armoede beschermt, zeg maar. Ja, dat is in ieder geval. Is dat. Vrienden hebben. Vrienden die je bij kunnen staan, kunnen je helpen. En zo. Hè? Dus samen sta je sterk. En als je geen vrienden hebt, dan heb dat is misschien al wel armoede. Als je geen vrienden hebt. Een vriendschap kan een verrijking zijn. Wat ook fijn is, als je natuurlijk een huis hebt. Een dak boven je hoofd, heel fijn. Dan heb je iets om te wonen. Dat is al heel veel rijkdom wat je dan hebt, hè? Een huis boven je hoofd. Moet natuurlijk wel nog te betalen zijn. Hè, tegenwoordig is dat ook wel eens een probleem. Is het huis nog wel betaalbaar? Goed. Een huis. Dat kan rijkdom zijn. Een auto. Ja, een auto, is dat rijkdom? Wel als je van A naar B moet natuurlijk. Een auto. Een auto is een verrijking. Als je inderdaad van A naar B moet. Dan kan je natuurlijk ook de trein nemen. En dan is een treinabonnement bijvoorbeeld een verrijking. Het is geen elektrische auto, je ziet het. Hij komt een wolkje uit de uitlaat. Maar goed, dat maakt niet uit. Je moet ergens beginnen. Want mensen met armoede, die kunnen denk ik geen elektrische auto betalen. Want die dingen zijn toch gewoon vrij duur. En ik weet ook niet of het de echte oplossing wordt. Maar goed, ja, natuurlijk, geld is ook een middel tegen armoede. En geld hebben we al eerder getekend. Tekenen weer eventjes dat dollarbiljet. Nou goed, dat maakt niet zoveel uit. We kunnen er ook gewoon een euroteken in zetten. En dan is het gewoon Europees geld. Zo. Bundeltje geld kan ook. Hè. Zo. Euro's. Goed. Tegen armoede. Geen water is misschien ook wel armoede. We moeten blij zijn dat wij gewoon water uit de kraan hebben. En een kraan. Ja, hoe teken je nou een kraan? Zoiets. En dat er gewoon water uit de kraan komt. Bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal verrijkingen of rijkdommen. En soms moet je inderdaad wel eens je zegeningen tellen. Van wat heb ik eigenlijk allemaal? En ben ik wel ongelukkig? Ben ik arm? En vaak zijn we rijker dan we denken. Maar inderdaad, je moet het wel rond kunnen blijven komen. Ik teken hier nu knoopjes. Ja, het zou ook kleding kunnen zijn. Hè? We hoeven niet altijd in het nieuwste van het nieuwste te lopen.
Maar je kan je daar wel heel happy door voelen. Hè? Kijk, als je hier zo'n krokodilletje opzet, bijvoorbeeld. Ja, het kan een statussymbool zijn, maar ja, je kan beter kijken van wat heb ik nou nodig. Maar zeker als je bijvoorbeeld een koude winter hebt, dan is kleding toch wel erg belangrijk ook om gezond te blijven. Goed, ja, ga zelf nog eens na wat jou verrijkt en maak daar eens een tekening bij. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!